En u weet, het is altijd heel goed als we hele specifieke kenmerkende dingen van een dader weten of zien. Bij deze man is dat bijvoorbeeld zijn opvallende jas en het feit dat hij felblauwe ogen heeft. Op dinsdagmiddag 4 mei fietst een man op een groene fiets rond winkelcentrum Ridderhof bij het Sint-Jorisplein in Ridderkerk. Het ziet er allemaal heel ontspannen uit. Hij gaat even boodschappen doen in het centrum. Met zijn Jumbo-tas met boodschappen stapt hij even later binnen bij juwelier Lucardi, waar een jonge medewerkster hem gaat helpen. Het lijkt eigenlijk een normale klant. Hij vraagt om sieraden. Op het moment dat de winkelmedewerkster de vitrinekast opendoet en sieraden wil laten zien, slaat zijn gedrag eigenlijk om. Hij pakt een vuurwapen en hij zegt dat het een overval is. Ik zag dat de man alles uit de kast haalde. Hij zei dat ik hem moest helpen. Dat heb ik gedaan omdat ik heel bang was. Ik was heel bang dat hij mij wat zou aandoen. Met de sieraden in zijn Jumbo-tas verdwijnt de man uit de Lucardi. Ja, de vraag is heel simpel. Wie is het? De man is het best in beeld bij de Jumbo, net voor de overval. Hopelijk herkent iemand hem aan zijn opvallende jek. Misschien draagt hij deze Nebulus Maestro's Kias ook vaker in combinatie met dat Abarth-petje. Bij de kassa zien we iets meer. De man is licht getint, hij spreekt goed Nederlands. We zien dat hij donker haar en een korte baard heeft. En hij heeft fel blauwe ogen. Vermoedt u wie hier wordt gezocht of waar deze man te vinden is? Laat het dan weten. De mensen van de tiplijn die hier vanavond zitten willen graag met u praten.